Je kan binnenkort misschien niet meer voetballen bij Sportclub Amstelwijk. De vereniging zit flink in de problemen, nu ook bijna alle bestuursleden zijn opgestapt. 30 juni mogen de leden kiezen, doorgaan of stoppen. Het belangrijkste probleem is dat we dus onder een bepaalde grens heen zakken qua leden van 300. En dan kun je het financieel niet meer bolwerken. De club komt regelmatig negatief in het nieuws door incidenten en vechtpartijen. Onlangs liep weer een wedstrijd uit de hand, waarbij ook een scheidsrechter werd geduwd. 22 selectiespelers stapten op. En toen hadden we een levensgroot probleem. En ja, kijk, we hebben 45.000 euro vaste lasten. Als ik dat met 7 elftallen op moet gaan brengen, dat is 6500 euro per elftal. En dan heb ik het over vaste lasten, dus nog geen bal gekocht of een shirt. Dus ja, ik zie dat niet meer zitten dat haalbaar is. Eigen schuld, dikke bult, wordt gezegd. Dan had je die gasten die de boel verzieken maar aan moeten pakken. Maar Amstelwijk pakt ze aan, al jaren. Maar het is dweilen met de kraan open. We hebben in 13 jaar tijd denk ik 100 leden weg moeten sturen. Omdat ze zich niet hielden aan het normen- en waardebeleid. Maar ja, wij zitten tegen twee vogelaarwijk aan. En ja, hoe je het ook went of keert, dat is toch een ander publiek. Als uit Sterrenburg en Stadspolders, noem maar op. Gehoopt wordt dat er binnen een week een oplossing komt. Mocht er één optie nog zijn om het overeind te houden, dan zal de gemeente stevig mee moeten gaan denken. En financieel bij moeten springen. Want kijk, wij hebben hier toch een hele grote sociale functie. Stel nou dat het toch niet doorgaat, dat het einde verhaal is. Wanneer is het dan echt afgelopen? Volgende week donderdag. Dan gaan we de veldhuur opzeggen en wat lopende zaken uiteraard afwikkelen. Financiën en dergelijke. En dan kan je hier alleen nog maar tennissen en jeu de boulen.